Dutch. Ik ga niet gaan slingeren. Naast me. Wat zie ik daar allemaal in mijn spiegel? Je haalt mij in over rechts. Blauwe konvooi op de tegenbaan. Allemaal zwart. Russen. Dat is een flinke. Laat flinken. Ja, het houdt nog niet op hoor. Ik ben eigenlijk blij dat het op de snelweg is. Met een vluchtstrook ertussen. Dutch, ga je omkeren? Ah, wel. Ga je daar achteraan? Neem me mee, neem me mee! Nou, dat was het. Hey! Ik ga wel links rijden. Waarom gaan jullie niet eens allemaal zo hard? Mania. Nou, ik wilde wat ruimte creëren, maar ik hou het nu bij 80. Al die rusten naar de watka. Dat ja. Hallo David. Goedenavond David. Er rijdt een groen stipje exact op het randje van mijn GPS. Ik heb geen idee wie. Ik geef naar de middenbaan. Lekker knus. Ik heb nu in mijn Promos profiel een nieuwe truck gekocht, zonder navigatie. Ja, die geüpgraded trucks weet je wel, met die exclusive interieuren en zo, die zijn allemaal met navigatie. Ja, maar ik heb hem heel bewust zonder gekocht. Daar moet je mee op de rustbank gaan rijden. Ja, dat doe ik ook. Lukt het? En daar nou, vindt ik heb nu één ritje gepakt van... Dat kan prima. Zou je even zo'n... Gaat nog lukken? Bijna 100 uur. Ik heb nu één ritje gepakt dus. Van Amsterdam naar Zurich en ik ben zelfs één keer verdwaald in het Roergebied. In het Roergebied zelfs? Maar daar kun je de woning nog lezen in Rusland. Ja, maar op een gegeven moment dacht ik de weg naar Koblenz te volgen, alleen die weg bestaat niet. Dus uiteindelijk ben ik met een boogje door Düsseldorf gegaan. Creatieve weg. Dutch. Alsof. Maar ik heb... Ja. Alleen maar even gekeken in Düsseldorf waar ik was. Je stuurde mij zo wat in de vangrail. Sorry. En voor de rest heb ik de weg helemaal zelf gevonden. Maar het volgende ritje gaat naar het Oostblok inderdaad, waar ik de borden niet kan lezen. Dus dat wordt leuk. Ja, wel lezen, maar niet snappen. En dan heb je ook totaal geen oriëntatiepunt meer. Nee. Klopt. Gewoon los van kaart lezen. Welke kaart? Ja, precies, dat. Ja, Dutch komt daar wel uit, denk ik, uit zo'n Russische kaart. Met wat moeite wel, ja. Nou, Sint-Petersburg snap ik nog, en Moskou ook. Moskva. Maar de rest niet. Maar daar heb je ook nog wel enig idee bij waar het ligt, omdat die kleine brugplaats is. Ja. Die misschien niet eens allemaal zo klein zijn. Nee, oké, maar... Zelfs dat weet ik niet of ze groot of klein zijn. Daar is zeg alles boven de 100.000, ja. Er zijn niet zoveel. Rechtdoor of rechtsaf? Er ligt daar iemand. Er staat een stukje stil, inderdaad. Die ligt daar prima. AFL. ALF, toch? We moeten weer rechtdoor om links af te gaan. Nou, ik pak de buitenbocht. Ja, neem hem alleen niet zo wijd als Dutch. Dat kan niet, want er zit een vangrail. Ik hoor iemand. Daar kan je overheen. Ik niet. Doorheen. Als je maar wil, kan je daar overheen. Nee, ik kan dat niet. Ik kan niet springen. Ik wacht rustig af aan de achterkant van de konvooi. Doe dat. Daar heb ik het meeste mooie overzicht van iedereen. Er zit hier trouwens wel een ongelofelijke lawaai-truck naast me. Zoveel lawaai maak ik weer niet hoor.
Toch Train Simulator. Ja, voor onze Train Simulator morgen zijn we Lokjes aan het wegbrengen. Dus we gaan af met een waslok rijden. Mystical Transportee. Dat ja. Ene scenario van Rob toen. Met die lok in het midden en die 143 vooruit duwen. Ach ja. Oh, die was leuk. Dat was echt leuk. Ik heb de Arosa-baan gekocht. Serieus, wat dacht je van die op een moment zeg maar dat hij aangekoppeld vlak ervoor stond dat hij gewoon wielspin gaf? Die lok. Oh, we naderen de pont. Ja. Bij die centrale. En geniet je al een beetje van de Arosa-baan dan, Martijn? Ik heb hem, ik geloof, al 3 keer op en neer gereden. En sinds wanneer heb je hem? Gisteren. Hoe lang duurt een ritje? Een uur. Oh, dat is redelijk dan. Maar het is maar 35 max, hè? 33 voor het grootste stuk. Ja, de... Ik heb ook al scenario's op de workshop gezien die gebruik maken van de... Die gebruik maken van de ho. Oh. Van een kerstman. Maar niet. Nee, van Geelknipper. Dan ga je het opzetten. Van die Allegra. Ja, de handel 2 mij nu net in. Nee, maar van de. Hoe heet dat? Die andere loks? GE4/4. Ja, die ja. Daar hebben ze ook al scenario's voor op de Arosa-baan en andersom. Klopt, heb ik gezien. Waaronder ook een scenario met een, hoe heet dat ding? Een Allegra plus wat rijtuigen, zoals het in het echt ook hoort. Oeh, daar eens even kijken. Of een Allegra met windmolens. Of gewoon een Allegra met een sneltrein naar St. Moritz, zoals het hoort. Oh, let op, er komt een convoy van de andere kant. Nou, verzocht dat we ze niet in de bocht hebben. Chicken of Doom, die laat ik maar even voorgaan. Ik heb hier eentje met UA, dus waarschijnlijk Ukrainië. En die ging bijna verkeerd rijden. Ze Ukraine. Die kan echt niet rijden. Wat zie ik nou weer op die stream gebeuren? Mijn vlag loopt die stream heel erg achter, want hij zit nog op 2 banen. Mijn vlaggetjes die spacen hem een beetje. Space flag? Maar die World of Trucks flag inderdaad. Nee, alle, die, vooral die Engelse. Waar gaan we eigenlijk heen? Naar Trelleborg, toch? Ja. Ja. Oh, wacht eens even. Dit is diegene waar iemand er rechtop stond laatst. Toen die eruit reed. Volgens mij ben ik er ook gewoon bijna. Ja, het is net iets boven Trelleborg. Ja, maar ik moet naar Karlskrona. Is de Karlskrona niet heel ietsjes naar rechts? Trelleborg. Dat is net iets naar het oosten, dus ik ga vast. Oké. Okay. Oh, dan moeten we niet tegelijk. Nee, wacht. Oh, ja, wacht. UA pray wacht. For. Dit gaan we even oplossen. Martijn. 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 Ja? Wacht even. Ik wacht. Maar dan wel even net buiten de dinges. Naar jouw eindbestemming. Jij moet ook naar Karlskrona, toch? Oh, kom op zeg. Zit achter je. Maar. Wacht ik even om de hoek. Hoe lang duurt het om een bestemming te selecteren? Heel erg lang dus. Als ik Kenny moet even netjes wachten, dat lijkt ja, wel. Ja, die wacht ook netjes. Nog meer naar Karlskrona? Ik vind het trouwens een zeer goed idee. Alleen zit ik een beetje vast, maar oké. Okay. Maar inderdaad eerst even in te rijden en dan pas het vlaggetje te pakken. Nog 176 kilometer. 120. Inschip. Nou, dan zien we jullie zo meteen wel weer. Ja hoor.
Ik ga weer op de snelweg. Ik rij net het ik ben net het terrein af. Ja, wij gaan de andere kant op. Zo. Gaat iemand mij inhalen om te doen? Ja, er komt niemand aan. Of blijft hij erachter? Ja, hij gaat inhalen. Ik zit net op de snelweg. Ik haal 40 vol gas, wat dan? Nog 116 kilometer te gaan, de helft. Komt zo iemand jou inhalen van? Twee stuks. Frank, heb toch maar wat gekocht in de Steam sale, 2 DLC voor The Witcher 3. Wel leuk. Dan hoop ik niet dat ze rechtsaf moeten, want daar moet ik ook heen. En ze moeten wel rechtsaf. Nog 157 kilometer. Ja, ik zit iets achter hier. Ik zie het. Maar ik kom nu bij. Oh ja, ik zie het stipje. Kijk waar Jans is. Waar zit er achter? Ik zit achter 2 groene stipjes. Zeggen valt best nog wel mee, ook voornamelijk net in Amsterdam met de lag, met hoeveelheid mensen die er waren. Gewend op 30 fps, dus ik vind het helemaal prima. Ik had gewoon 60. Ik heb nog steeds 60. Ja, maar ik heb hem hoog staan. Oh, je hebt hem hoog staan. Ja, ik heb gewoon op standaard. Hij waarschijnlijk dan. Ultra. 125% ja, de high setting, niet de ultra. Ik heb op high met 150%. Ja, ik zie het probleem niet hoor. Ik heb hem op 400% staan of zo. Ik ook. Maar ja, ik heb een 79. Ik vind het aanvoering. Ik heb de game op 2560 keer 44, dus ik word iets zwaarder dan. Ja. Gewoon 1080 natuurlijk. Ja, oké, ik draai hem wel op 1080, want meer kan mijn monitor niet aan. Nee. Ik vind de game. Ik heb het eens een keer op Ultra geprobeerd. Zelfs op Ultra had ik toen een keer met promos in Spanje toen ik daar rondreed 15 fps en high ook ongeveer 15 à 18. Zoveel verschil maakt er niet uit. Ik zie iets aan een NLJ op het place near you staat. Ik speel nooit met promos, want die crasht bij mij continu. Daar was ETN, die scheurde mij voorbij. Yep. Bob. En de jeugd komt er zo ook nog aan, zo te zien op het kaartje. Rob met zijn 50 meter. Twee tap motor. Ja, die zie je. Hij zit achter mij zeker. Ja, tussen ons. Hij komt naast jou. En dat was jeugd. Ah, joh. Doei, joh. Snelheidsboete. Afslag Helsingborg. Afslag. Ja, maar we moeten de volgende pas. Maar ik overweeg om ook een groter scherm aan te schaffen. Waarom een groter scherm? In ieder geval een scherm met meer pixels. Uh-oh. Oei. Ging het goed? Wat is er, oh? En Eljur en Etienne stonden op de rechterbaan stil. Lekker laten staan. Geen last van, toch? Ze rijden alweer. Ja, maar het leek erop dat een van de twee vol op de vangrail was gereden. Niet meteen het slechtste denken. Nou ja, als je met de neus tegen het puntstuk staat, dan... Meestal wel. Oh, ik kan ook best met mijn neus tegen een puntstuk gaan staan. Lukt het trouwens, Dutch? Ja hoor. Deze bocht wordt trouwens steeds scherper als je erin zit. Ik weet het.
Ik doe het gewoon even lekker rustig. En dan hier een singleplay was uitgevlogen, denk je ook 80 gaat prima en dan wordt het scherper en dan lig je op die kant. Ik rem altijd. Ik ga erin met 60 pas. Ook begon met 70, ging terug naar 60. Mooi stabiel. Dit is echt 60, dan gaat het goed. Oké. Ging niet helemaal prima. Ging niet helemaal prima. Ik hoorde in één keer mensen rijden in één keer. Klop, klop. Hey, Jen, die sneed en al je af. Dat is gaaf. Dus is dat de einde van de. Oh, even. Dit wordt nog wat. Geel knippen. Nog 50 kilometer. Nog één keer naar links en dan ben ik er. Ja, inderdaad, een locomotief zwengt uit. Weg. Maar wij moeten ietsje verder. Kijk maar eens hoe ik over de weg heen sta nu. Ja, dat zie ik. File rijden! Gaat het goed? Nee. Ik ga dit niet inparkeren, denk ik. Ik heb zoiets snel om meteen wel. Ik sla het wel over. Als jullie heel even wachten, dan zijn wij ook zo op de bestemming. Kunnen we een ritje dezelfde kant op uitzoeken, ja. Als het kan. Er staat iemand heel geduldig achter. Ik zat toch nog te wachten om in de... Ik vergat dat deze uitzweek. Oh, dat was een milieu. Ik zie iets bij Discord binnenkomen, maar ik kan even niet kijken. Ik ben te veel gewend aan ATS, waar dat ze niet uitzweken. Dat is een lantaarn ook wel. Mark, zit aan de achterkant vast met een lantaarnpaal? Ik vergrendel wel even. We zouden moeten maken dat je je assen vast kan zetten. Hey, ik ben ingehaald. Ik ga wel even nu proberen. Toelaatbaar, hoe dan? Hoe kom ik aan 14% schade? Dat vind ik vrij veel voor toelaatbaar. Nou, maar hoe kom ik aan 14% schade? Dat weet ik niet. Niks geraakt. Ik sla het wel over. Ik heb het ook wel eens, hoor, dat je... Geweldig. Misschien heb je het net als mij gedaan aan het begin. Level 44. Dat hij verkeerd om stond. Nee, 43. Ik geef opnieuw inpakken in. Of te inrijden. Dat is hopeloos net. Nog 1 kilometer. 0. Ik zie Remco op de kaart staan. 740 meter. Eens even kijken. Boven 2 meter. Ja. Zo, ik geloof het wel. Zo. Maar er stonden zo net 2 mensen achter ons. Die hebben netjes gewacht. Er staat er nog eentje. William en L. Ik heb haast. Ik ook. Zorro ook. Ja. Chip. Voldoende. Zo, toeren. Allemaal nog voldoende. Dat is mijn tekst. Nou krijg jij een onvoldoende voor je vraag. Helemaal niet. Onvoldoende. Ik heb een voldoende gekregen. Als jij een onvoldoende krijgt voor een vracht, dan is dat niet goed. Dat is wel een hele milde normering wel. Ik heb 400k. Even de garage kopen. Ja, ik ga even tanken. Ik hoef niet te tanken, schat. Het geld dat ik heb, kan ik een nieuwe truck van kopen. Ik kan wel 15 nieuwe trucks kopen. Ik kan wel 150 nieuwe trucks kopen. Maar ik wacht nog op de Scania update. Ik heb heel even gereden in de beta. Ik moet zeggen, hij rijdt wel anders. Ander geluid. Heb je de bestaande Scania geüpdate? Volgens mij niet.
kwets. Zo. Hyperactief. Kwek. Even weg van kwek, kwek, kwek. Chillip, zo, overbodige as even optillen. Hij hangt aan de ring, hij is een acrobatische stunt aan het uitvoeren op dit moment. Zo, ik ga eens even kijken wat we voor vracht te hebben. Oh, dus hij zegt eigenlijk gewoon heel high-pitch parkour. Nee, hij zegt, Rob, kijk eens naar mij, geef mij aandacht. Ja, ik moet wel even doen, denk ik. Look at this. Waar gaan we heen trouwens? We kunnen naar Bordeaux, alleen dat is 1900 kilometer. Dat is een beetje ver. Nou ja, ik heb een hele andere markt. Ik ben ondertussen even zo terug. We kunnen wel even naar toe rijden, ik wil weer versen. Volgens mij heb ik al corona. Oh nee, dus het zijn niet. Het is 170 kilometer. Naar? Naar Helsingborg. Hebben jullie iets naar Bergen? Ja. Ik heb iets naar Bergen. Een dubbele zelfs. Ja, wij hebben ook een dubbel naar Bergen. Ik heb vier dubbelen naar Bergen. Zou ik die dan pakken? Even wachten op Jansen. Ik heb er ook meerdere hoor. Ik heb er vier of zo. Jansen! Nee. Maar wel. Trimtek over. Ik heb er twee. Nou, dan pak ik die toch gewoon. Jansen! Hey, Zorro is in de buurt. Jansen! Ik vind het prima. Blijf even zitten, jongen. Volgens mij krijgen we een ze horen mij niet, ze horen jou wel. Gaan we naar Bergen? Ja. Kwek. Met wat dan? Ja, dat maakt niet uit. Ja, ik denk dat ik heb stijgers, vrachtwagen, accu's en ik heb... Ik heb ook al plastic. Ik heb boorzuur. Ik heb ook boorzuur. Levert het op. Dus. Ik heb kokosmelk. 53.000. Pak de stijgers wel, die zijn het zwaarst. Chilp! Ah, die accu's levert meer op. Niet bijten, hè? Moet je gewoon zeggen, niet bijten, dan bijt ik terug. Jansen staat in het gras geparkeerd. Even terug gaan. Ja, dat wil ik. Zo. Help. Wat een hyper. Hey, staat er maar eentje. Hop. Ik start hem ook vast. Oh, dat is... Oh. Ik heb er ongeluk eentje uit Malmö gepakt die toch in mijn lijst stond. Geweldig. Gooi die weg dan. Ik sleep wel even af. Malmö? Ja. Ja, maar dat is bij hun in de buurt. Malmö en Helsingborg zijn zo dichtbij dat World of Trucks vracht geeft voor allebei als je in de andere bent. Ik vrees dat ik dat ook heb dan, maar ik moet ook nog 45 kilometer. Ja, dan heb je Malmö. Ik ben even afgesleept. Zo. Nou, ik heb er nu eentje naar Bergen. Tjop. Moet Tjopje niet in zijn kooi? Die zit in de kooi. Die zit al lang meer in zijn kooi. Zo. Ik ga vast weer rijden naar Helsingborg. Ja. Hij was trouwens wel heel even. Dat is een beetje wennen voor hem hoor. Normaal is hij er s'avonds nooit uit. Maar ja. Excitement gehad. Waar is Dutch nou ineens? Sorry. Waar ik ben? Goeie vraag. Het zag ik je nog. Ik heb me wel weer te pakken in de arm. Nee, ik ben er aan de. Laten we eens even kijken. Maar je hebt allemaal al Bergen gepakt, geloof ik. Ja. Ik moet nog even een eentje naar Bergen hebben. Bergen? Ik weet niet wat Remco op dit moment heeft. Ik zit achter Marca. Bergen. Ik sta te wachten achter je. Ik ga even naar die afslag terug. Ik heb Bergen. Ik heb er twee naar Bergen. Ik heb er meerdere. Ik heb een double. Daar ben je. Heb je... Bij de garage. GN2 of
Decatrans. Ik heb GNT. Ik sta achter je nu. Die onderste is trouwens Malmö, ja. Rob. Dus ik zal Helsing wacht doen. Oh. Ja. Dus, ik ga eens even een vraagje ophalen, Klein. Dat zie ik nu in, inderdaad. Maar waar is iedereen dan? Ik zit nou op de weg tussen Malmö en Helsingborg. Ik probeer eerst nog de terminal uit te komen. Ik ren nu de snelweg erop. Maar ja, ik ga heel even wachten tot Dutch ook een vracht heeft. Ja, ik moet hem even ophalen. Ja, daarom. Ik wacht hier wel even in de berm. Ik sta achter Jur. Dat was even een surprise visit van de Zorro. Een Zorro surprise. Incognito. Ja, zijn groene vachtje, of vachtje. Veertjes werden een beetje uitgefilterd. Met de greenscreen. Ja. Ik had het laatst in één keer overdag, als ik hem overdag met greenscreen heb en hij filtert, dan zie je echt letterlijk alleen maar twee poortjes en een hoofdje. Dat is creepy. Ik denk trouwens dat net boven Göteborg dat wij elkaar gaan ontmoeten, zeg maar, als je boven Göteborg dat tankstation hebt. En daar gaat het groene lijntje, zeg maar, de snelweg naar Oslo op. Of het rode lijntje bedoel ik. Ik volg al de hele... Ja, we zijn nu Helsingborg uit, dus... Ja, ik sta nog heel even te wachten. Oeh, de squikkelweg hebben we zo meteen. Ja, ik ben onderweg, Martijn. Als we dadelijk weer door gaan rijden, dat moeten we niet hebben. Wij zijn de mensen uit Malmö. Ik passeer nou al de opafrit naar Helsingborg, de eerste. Oh, ik rijd net de tweede uit. Ben weg. Maar jullie kunnen dus heel rustig rijden, want wij moeten een flink stuk verder. We wachten dadelijk wel. Ik heb de schermer genomen, de bocht. Oké. Nou. Jansen. En Chop, goedenavond, welkom. Let's go. Wij zijn zover. Onderweg. Ik zie niemand. Ik ga gelijk wel even repareren. Ik weet al wat jij dacht, Martijn. Ik heb even mijn truck gewisseld. Oh, vandaar. Dat je even weg was. Zo, ik passeer nou het tweede oprit van Helsingborg. Oké. Goedenavond, Finn. Finbru, goedenavond, welkom. Jansen gaat nog even helemaal vlaggetjes ophangen. Zweden. Oh, ik heb nog een ghost mode. Nice. Nou, ga je zo meteen uit ghost mode terwijl je in iemand zit. Dus, Oh, even iets eruit. Volg Martijn. Ik zit vlak achter je. Ik zie groene stipjes voor mij. Ik ga wel 50 rijden of zo. William NL 200 rijdt nu voorbij. Ik rijd NLJ voorbij. Oh, dan zit je vlak achter Remco en ik dan. Ik rijd er echt al heel ver voor. Ja, dan planken we nu 90 achteraan. Ja, ik rijd al 90. Je hoeft echt geen 90 te gaan rijden. Anders rijden jullie heel even 70 totdat iedereen compleet is. Ik ben ja, maar we komen toch de rest dadelijk tegen, want die moeten nog een stukje verder. We zijn nu onderweg. Wij moeten nog 1029 kilometer. Ja. 892. 916. 877. Dan zitten we dus 100 kilometer achter jullie. 680 meter achter de X-shoot. Ik rij 35. Wij gaan nu eerst nog langs Vaxje. Ik denk dat we even 60 of 70 aanhouden. Zullen we weer bij zijn. Waar gaan we heen? Wij gaan naar Bergen. En Ruud, goedenavond, welkom. Ik zie een double in de spiegels. Jee. En het wordt eindelijk licht. Yeah.
Ja, daar heb ik geen last van. Gelukkig. Heeft dat iemand, was de afslag naar Vaxxer. Heeft iemand de ballampen aan? Göteborg. Inderdaad. Göteborg. Zo, ik ga even 70. Waar het NLJ... Komt een trein langs. Jee, treinhype. Treintje. De bus op binnen. Op de aanhanger. Formaat lint. Oh, zo'n ding. Bus op wielen, zoals sommigen ze willen zeggen. Protos. Ben je harder? Een protos? Van mij mag je best 90 gaan rijden. Ik moet hier toch zo denken, dus... Je bent trouwens vrij zacht, Dutch. Ja, ik reed maximum snelheid. Nee, maar je klinkt zacht, bedoel ik. Oh. Ja, ik moet even met telefoon doen. Oh, vandaar. Wat moet je zo'n headset zoals Martijn hebben? Die heb ik ook echt vast vanmiddag uit de winkel gehaald. Black Friday deal? Advertising detected. Ik denk dat het een Black Friday deal was, want hij kost normaal 70 euro. Donderdag was hij 60 en vrijdag was hij ineens nog 5 euro goedkoper. Ja, ik heb hem opgezocht. Zo is iets voor 50 euro is die, of 55 euro is die. Nu is hij 55, ja. Maar dat is een afgeprijsde prijs. Dat is eentje met kabel, hè, volgens mij. Ja, dat wou ik ook. Ja, ik zit even te twijfelen over ooit een keertje zonder, maar ja dan... Ik heb het al zo Oh, er staan mensen stil. Dat is Remco. En de rest. Nou, wij zitten nu op de weg richting Göteborg. Kijk, ik heb nu een draadloos. Deze heb ik gewonnen ooit. Ja, want ik heb dan die trekker jou heb ik er nog achter. Ja, wat maakt het af, kunnen we weer. Op deze weg ga ik dus even geen 90 rijden. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb al. Ik had is iedereen getankt? Yep, ja, ik wel niet. Laatste is oh ja, tanken moet ik straks ook nog even gaan doen. Ik stop wel bij het eerste beste tankstation, dat moet ik ook. Oké, okay. Want die maar langs. Dat was Niels. Joppie. Dag Niels. Ik had laatst dat van. Stopt hij daar? Dat is ETM. Ik had laatst bij Matt op zijn kanaal gekeken. En die heeft zeg maar een gewone portable battery pack aan de andere kant van zijn koptelefoon neergehangen. Oh, dan staat hij ineens stil hier. Dus dan heeft hij de trek aan jou draadloos. Want het ding heeft toch alleen maar batterij nodig. Kun je wel zo'n USB opladen voor de telefoon, kun je ervoor gebruiken. Mijn heeft helemaal geen batterij nodig. Die van mij ook niet. Die van mij heeft een heel mooi knopje waarop ik de microfoon even kan muten. En twee stekkertjes die in een soort dongel komen met aan de andere kant een USB. Bij mij kan dat allebei. Mijn zit nu via USB omdat die aan het opladen is. Hoe hard rijden wij vooraan? Nou, nu 90, maar... Nu 80. Zo. 810 kilometer. Ja, Truck Simulator is nu 70. 5 euro. 915. Ruud, bedankt voor de goede tip. Truck Simulator moet echt opnieuw inzetten. Oh, mooi. Al weet ik even niet meer welke tip het was, maar... Misschien is met drivers. Oh, wacht even. Die FXAA-instellingen waarschijnlijk. Heb laten zien volgens mij. Nou, ik heb gisteren de Arosa-baan in Trainsim gespeeld of op SSAA 3x3. En? Ik zag weinig verschil, moet ik zeggen. Behalve dan dat mijn videokaart ineens moest gaan werken. Ik word aan twee kanten ingehaald. Maar in een tunnel? Ik zag op Train Simulator is SSAA is echt overbodig.
Ja, ik heb het ook weer uitgezet. Je kunt MS, wat is de MSAA of zoiets? Keer 8. Die kun je aanzetten of eventueel alleen FXAA en dat werkt op. Goed, nou dat is mooi om te horen, Ruud. Dan kun je er lekker van genieten. SSAA 2x2 of zo, dat kan nog wel. Als je echt een hele goede kaart hebt, dan weet je, dat is echt onzin. Ja, maar... Persoonlijk heb ik iets van SSAA is gewoon volledig over. Ik zie het wel, vooral op randjes en zo. Ik mis nog steeds iets in deze game. Wat dan? Een knopje om je zonnekleppen naar beneden te doen. Zeg dat. Ik heb daar Mark voor. Trein 1234, goedenavond, welkom. Ik heb gewoon een goede zonneklep. Je rijdt nou, oh, er ligt er alweer één hoor. Oh, oh stop. Dat is William NL200, oké. Weet ik dat. In ieder geval welkom. Maar goed, die Arosa-baan is dus zo licht dat ik hem op 3x3 kan draaien met goede FPS. Ja, het is zijn mijn eigen grote altijd met 2x2. Het Chen lag weer op zijn zijkant door. Is het weer zover? Puur dat ik het niet te zwaar maak. Waar is Oscar? Die is Train Simulator aan het spelen. Jullie kwamen hier vandaan volgens mij, hè? Ik hoor geschreeuw. Op de achterkant. Hallo. Ja, Paul. 2% schade aan mijn vrachtwagen. Doink. 0%. Oh, hoeveel boy. Kilometer moesten jullie nog? 878. Oh, bij nog 760. Zit je nog steeds 100 kilometer voor? En Rails, goedenavond, welkom. 3x3 is 9, ieder zingt zijn eigen lied. Oh mijn god. Hij zit er nu bij Stockholm. Hè? Nee joh, Gothenburg. Op de afrit staat Stockholm. Oh. Ligt veel meer rechtsboven. Dutch. En een Rails is vandaag voor de eerst in de Protoss geweest. Boah. Nu pas. Ik niet. Oh, staat Guppy? Er staat niemand. Ik zit achter Remco. Was net afgesleept. Ik heb de cruise op 70 staan. Ja, ik krijg van rechts zo, zie ik. Oh, die staat nu weer stil. Nee, die gaat de andere kant op. SGMM. Nou, die heb ik laatst ook nog gewoon ingezeten. Er staat iemand op de afrit. SGM, daar blijf ik het liefst zo ver mogelijk uit. Verschrikkelijk, ja. Ja, als het niet hoeft, hoeft het niet, zeg maar. Die rare dieseltreinen, daar wil je niet in doodgevonden worden. Ik zou zeggen dat... Nou ja, als ik eerlijk ben, zit ik liever in een moderne diesel dan in die SGM, zo. Dat... Echt. SGM-meuk. SGM-meuk, dat ding dat trekt als een maloot op, jongen. Een SGM? Ja. Nou. En is vervolgens moe als hij de 100 gehaald heeft. Ja, hier rijdt er weer 1700 af en toe. Of 1800. Ik ben echt leukjes sneller op dan die SGM's. En ja, ik zag op Instagram een paar... trein. Oeh, trein. Met... Nee, ik zag laatst een van die... Wat was het in de 3600 serie of 3300 serie? Daar reed weer een darretje. Ja, die rijden weer rond Rotterdam op het moment. Op Schiphol reed hij. Wij gaan rechtsaf naar Oslo. Wij gaan rechtdoor naar Oslo. 710. Ik heb heel 842. Vaak ik heb heel vaak een ICM. Ik heb vervolgens ook nog wel eens een paar keer een DM90 of een SGM'tje heb ik ook wel eens een keer gehad. Oh, darretje. Ik merk het. Antrem. Ik sta stil je. Remmen, achter mij, remmen. Ik kom daar rechts langs. Ah ja, RB. Yo! Hij doet het weer. En weet niet. Goddomme. Wat doen jullie daar? Er kwam er eentje langs, die paste er precies tussen. Waar gaat mijn lip op wat er gebeurt? Mark niet staat stil. Ik gewoon 20 minuten bevroren. Ja, er stond dus iemand stil, ik moet zeggen, met de handrem. Nou, ik ben blij dat je niet daarna gelijk weer naar voren schoot, want anders had ik je in de zijkant gehad. Dat was Niels. Aan de rechterkant. Heeft dat ding last van?
Stress. Oververhitting? Dat kan niet. Luiheid. Nu blijft het echt bezig. Internet op. Hij zit aan het kabeltje. Maar het is echt de laptop zelf die bevriest. Ik had het met Discord toen straks ook al een paar keer. Die stond gewoon stil. Het ging maar net goed, Niels. Hier ging het net al fout. Ja, hier ging ze. En ik heb alweer 11% schade. Ik 2 of zo. Dus die klinkt steeds zachter. Dat het tankstation wel even duurt hier. Oké. Okay. Nou, hier is er eentje. Halen jullie het wel? Oh. Ik ga even rechtdoor hier zo. Ik heb nog 675 kilometer. Want er is er hier een vlakbij. Ja, die ga ik even pakken. Dan had ik gelijk weer even een blikje cola. 666 kilometer. 682. Zijn jullie Göteborg al voorbij? Dacht ik wel. Ja. Oh. Even rustig aan doen dan. Zijn jullie al bij Oslo dan? Dat is nu het enige wat op bord staat voor rechtdoor. Oh. Dan zijn jullie zeg maar al het punt voorbij waar wij erbij moeten gaan komen straks. Volgende rechtdoor dan. Volgende tankstation aan de kant of zo? Ook al is die misschien over 200 kilometer. En al je leren sturen, man. Of je moet er hier even af. En dan? Daar is een tankstation. Weet je hoe ver dat om is? Dat is zijn hier... jullie de tolbordjes al voorbij, zeg maar? Ik kan hier af richting Jankeuken. Ik kan nog niet. Als jullie bij de tolpoorten. Als jullie bij de tolpoorten vlak voor Oslo even wachten. Hé, Chen, guppie juppie, alsjeblieft, hé. Ben zo terug. Dat hoor. Achteraan slaat in de file, dacht het niet. Oh, dat was die ene die zo net voorbij kwam. Doink. Dat was Emma weer. Dus als jullie even rustig gaan willen doen bij de tolpoortjes. Remco Lex zegt. Ja, kunnen we wel even stoppen als we zo meteen een tankstation tegenkomen of zo? Duurt nog wel even. Ik zal daarom zeg ik tolpoortjes. Ja, dat kan ook. Ik zal eens eventjes kijken. Daar is meer ruimte meestal. De volgende die we tegenkomen zijn tolpoortjes. Ja, dan stoppen we daar. Over niet al te lang. Alleen dus heel even weg. Want wij moeten echt nog wel een stuk naar die tolpoortjes. Duurt lang. Ja, dat duurt nog wel eventjes. En lekker uitrollen. Wat jullie ook kunnen doen is het rondje Oslo maken. Dan hebben wij kans om bij te komen. Noorden van Oslo, zeg maar, langs. Dan hoor ik bierdopjes. Bierdopjes? Sleutels. Volgens mij kunnen we weer. Ik rij inmiddels weer een stukje achter. Wij zitten dus wat doen we dan? Oslo Noord of wachten bij de tolpoortjes? Hoeveel kilometer hebben jullie nog te gaan? 770. 616 hebben we hier, dus dan zit je 100 599. Kilometer. Ja, of we moeten inderdaad even wachten, of we rijden het noorden even langs. Maar het is zeg maar wel 100 kilometer nog. Dan. 1:40 zeg maar.